Lieve Lisbeth, ik mail je hierbij een foto waarop ik sta zoals ik ben en zoals ik mezelf ook zie. Ik vind van mezelf dat ik er best leuk uitzie en dat ik over mijn uiterlijk niets heb te klagen. Ik durf ook van mezelf te zeggen dat ik een vrolijke en optimistische meid ben. Het afgelopen jaar merk ik dat ik aan het veranderen ben. Dat komt vooral door het feit dat ik nog steeds niet de ware man heb ontmoet met wie ik de rest van mijn leven kan delen. Ik merk dat ik de hoop verlies ooit nog die man te ontmoeten. En dat heeft een weerslag op mijn karakter en op mijn stemming. Lisbeth, kun je naar mijn foto kijken en mij misschien de hoop weer een beetje teruggeven? Liefs, Ina. Ina, ik kijk inderdaad naar jouw foto. En klopt, je ziet er beeldschoon uit. Dat meen ik echt. Ik begrijp het ook echt niet waarom er geen man is in je leven. Jammer dat je me zo weinig gegevens hebt gegeven over jezelf. Ik heb alleen maar een kopie van jou, dus ik moet hier echt heel diep over nadenken. Als je de volgende keer weer mailt, geef me dan wat iets meer informatie. Maar ik ga mijn best doen. Lieve Ina, ik heb het gevoel dat jij te haastig bezig bent. Dat je te graag wil. En dat je de andere kant ook te veel naar je omgeving kijkt, naar je vriendinnen, naar je collega's, omdat die allemaal iemand hebben. Maar jij zit anders in elkaar. Jij voelt anders. Jij bent voor mij een heel intensief voelend mens die niet zomaar bij iemand past. Daar valt niet een doorsnee man bij. Ik heb ook het gevoel dat je niet in de goede omgeving zit om hem te ontmoeten. Of op een kantoor, daar is hij niet voor jou. Eigenlijk heb jij een vrijbuiter nodig. Iemand die volledig zijn eigen gang gaat. En waar vind je die? Als jij een grote liefde wilt tegenkomen, is dat ook niet in Nederland overigens. Ik heb het gevoel dat je eigenlijk de stoute schoenen moet aantrekken, je rugzak moet pakken, desnoods een maand moet gaan reizen. Als dat niet kan, dan ga je 2 weken weg. Maar ik heb namelijk het gevoel dat hij in een Engels sprekend land woont. En dat is niet Nederland. Maar ik maak me eigenlijk helemaal geen zorgen om jou. Alleen, een grote liefde is niet zo makkelijk te vinden. Voor niemand. Ook al zeggen mensen dat het wel zo is, daarom gaan zoveel mensen uit elkaar. Daarom zijn er zoveel scheidingen. Een grote liefde ligt niet zomaar op straat op jou te wachten. Maar dit keer moet je er wat voor doen. Pak desnoods de trein, wat dan ook. Maar ga Nederland uit. Want ik heb het gevoel dat hij of Canadees, of Amerikaans, of Australisch is. Want als je daar naartoe gaat, dan weet je wat de echte liefde is. Want daar woont hij. Laat het me weten als hij er is. Heel veel sterkte. Maar ik kom op je bruiloft. Echt, ik kom op jouw bruiloft. Het komt helemaal goed. Zou u dit nou ook willen? Stuur me dan een mailtje naar contactlisbeth@gmail.com. Geef me wel iets meer informatie. Stuur foto's. Maar ook geboortetijd, geboortedatum en ook plaats van geboorte. En beschrijf het zo detailistisch mogelijk. Want u zit niet tegenover mij, dus ik wil het zo zuiver mogelijk doen. Maar u bent welkom, want ik vind het ook heel leuk om het te doen. Dus contactlisbeth@gmail.com. Wie weet tot ziens.